Dankjewel. Goed, welkom allemaal. En nou, even een lekkere pauze gehad, allemaal even flinke koffie gedronken natuurlijk. Dus dan kunnen we nu fris tegenaan. Allereerst, ik ben even benieuwd, wie maakt er hier wel eens meertalige websites? Mooi, dat zijn er flink wat. Nou, ik kom natuurlijk uit Twente en wij zitten in de grensregio daar, dus daar hebben we het ook regelmatig mee te maken. Nou, even een klein stukje over mezelf. Dat ben ik. En nou, waar zou je mij nou van kunnen kennen eventueel, als je me niet al kent van Twitter of dat soort dingen. Ik ben de drummer die stokjes vreet. Ik ben de toekomstig klootschietkampioen van Azelo. En misschien ken je me van Opsporing Verzocht anders. Maar, je kunt mij vinden op Twitter, op LinkedIn. En ik ben ook nog eens de mede-organisator van de WordPress Meetup Twente. Wie is daar wel eens geweest? Kijk, twee. Dat moeten er dus meer worden. Ja. Dat moeten er meer worden, dus hou dat ook even in de gaten. Kijk onze meetup-pagina. We hebben vaak interessante sprekers en kom ook gewoon rustig die kant een keer op. Wat doe ik dan in Twente? Ik ben freelancer onder de naam Jormark en ik ben ook developer bij Redis Concepts. En nou, wat doen wij daar? Wij bouwen daar websites, gave, toffe websites. Onder andere meertalige websites. En omdat ik daar dus de laatste tijd een paar klanten in heb gehad, die over zijn gestapt van enkele talen naar meertalen of van bepaalde plugins naar andere plugins, heb ik besloten om daar dus even wat over te gaan vertellen. Nou, dat zei je al, ik kom dus uit Twente en in het kader van de meertaligheid leek me ook wel mooi om de talk in Twents te doen. Ja, meer Tukkers aanwezig hier? Niemand? Ja, hey! Nou, dan snap je het wel. Maar vooruit, laat maar in het Nederlands doen. Wat we gaan doen, ik ga even een paar plugins met jullie doornemen. De overwegingen waarom we die plugins wel of niet zouden gaan gebruiken. En op het eind wil ik daar graag een conclusie over trekken. En als je denkt, wat staat hij nou de hele tijd met zijn telefoon te doen? Ik ben gewoon aan het tweeten. Goed. Deze plugins, het zijn er, als je zoekt op meertalige plugins, het zijn er echt, ik weet niet hoeveel. Een aantal van jullie zullen deze wel kennen. Wie herkent ze allemaal een beetje? WPML grote, Polylang. Nou, dat zijn er echt iets te veel om allemaal te bespreken, dus ik wou het graag even gaan beperken tot deze vier ongeveer. Nou, WPML, wie gebruikt er hier WPML? Ja, oké, okay. Kijk of daarna die talk nog zo is. Weglot, die was voor mij vrij nieuw, maar ze zijn sponsor hier. Wie? Iemand? Oeh, nou, goede reden om sponsor te zijn. Qtranslate, ja, en Polylang. Ja, er zijn er ook al een paar. Nou, mooi. Wat ik wil gaan doen, ik wil even die plugins een beetje gaan doornemen. En wat ik heb gedaan, ik heb een kale WordPress-installatie gemaakt. En dit nemen we even als onze benchmark om te vergelijken met wat doen die plugins nou als je ze installeert. Wat gebeurt er dan? Dit is een hele kale installatie. Er zit niks op. Het enige wat ik heb gedaan is wp-test.io erop gezet. Dus daar zitten een paar pagina's in. Testdata. En ik heb de plugin Query Monitor geïnstalleerd. Een altijd verrekte handige plugin als je een debugger bent en als je wil kijken waar je queries vandaan komen, welke functies er aangeroepen worden, et cetera. Je ziet nu hier 31 queries, pagina load van 0,52 seconden. Ja, 0,52 seconden. Nou, dat is een kale installatie. Ja? Oh, de naam van de plugins? Dat moet vast wel kunnen. Oh, Query Monitor. Query Monitor. Die dit doet, bedoel je? Dit hier. Die zet dat er neer. Ja, goed. Kale installatie. Ik heb een kale installatie gepakt en ik heb daar die vier plugins die we dus net hebben benoemd, heb ik daarin gezet. En nou, daar heb ik een paar resultaten van. Wie denk je dat de eerste is? Polylang. Maar, let op, gooi er gelijk al 24 eigen queries in. Nou, load time gaat ietsje omhoog, maar allemaal niet schokkend. Prima. Volgende, Weglot. 1 query extra. Nou, is wel iets sneller met laden. Dan, Qtranslate. En let dan op de laadtijd en het aantal queries. Dit gaat al fors omhoog. Nou, dan weten we dus allemaal wel wie de winnaar is. Durft er iemand een gokje te wagen aan het aantal queries? Ja, Marcel, zeg het maar. Ja, nee, WPML, maar hoeveel queries gooi je die erin? 300 stuks.
Wat zei? Ja, een mooi rond getal. Ja, ja, ja. Nou, dit doet Multilingual Press dus op een kale installatie. Dan heb ik nog niks gedaan, nog helemaal niks. Dan heb ik nog niet eens meer talen ingesteld of landen eraan gekoppeld of pagina's gekoppeld. Niks. Dit doen ze. En ja, daarom is Multilingual Press in mijn opinie niet the way to go. Ze geven gewoon een gigantische overhead. En let ook op die pagina laadtijd. Hè. Dit is gewoon de dashboard homepage. 1,28 seconden. En we kwamen van 0,52. Dus dat is meer dan anderhalf keer zoveel. Alles is te optimaliseren. En dat kom ik straks nog even op. Maar voor mij optimaliseer je dan voor het verkeerde. Goed, even een paar. We gaan ze even heel even langs. Polylang is een gratis plugin. Voor meerdere functionaliteiten kun je betalen. Maar nou, ik zie, je hebt een paar even pro's en cons neergezet. Wat volgens mij niet goed werkt is, Polylang die slaat elke pagina die je wil vertalen, maken ze een nieuwe pagina van, slaan ze apart op. En het werkt niet goed met option pages. Ik kwam ergens een optie tegen dat je dan voor elke taal gewoon even een aparte option page moet maken in de backend. Wat ze wel doen, de koppeling van de pagina's slaan ze op in terms. Dus die koppeling werkt prima, dat gaat allemaal vrij vlot. Want dat blijft lekker dicht bij WordPress. En ze voegen netjes reflang text toe. Reachref, hoe je het uitspreekt. Maar wat dat is, wie weet wat dat is? Hreflang text. Ja, daar zit er eentje achterin, ja. Nou, daar kom ik zo meteen nog wel even op. Ik zal het zo meteen uitleggen. In principe doen eigenlijk al die plugins dat wel goed. Nou, dit is wel echt... Nee. Goed. Qtranslate, het wordt ook eigenlijk niet meer onderhouden. Ik kom het alleen vaak nog wel tegen op veel websites. Veel websites draaien nog Qtranslate. X in dit geval. De voorloper daarvan was gewoon Qtranslate. Dus in de begindagen van multilingual WordPress was dat een van de meest gebruikte plugins ervoor. Alleen, in mijn opinie doen ze echt alles fout. Wat zij doen is, als jij een pagina vertaalt, dan zetten zij gewoon de vertaalde content in je content. En op het moment dat jij daadwerkelijk gaat kijken wat er is, dan staan er gewoon een paar tekjes omheen met dit is Nederlands en dit is Engels. En dan moet hij dat maar eruit filteren. Ja, dat is gedoemd om een probleem op te leveren. Als jij postmeta's wil vertalen, heb je weer een aparte plugin nodig. Hetzelfde probleem met de option pages. Ja, goed, en wat ik net ook al zei, het ding wordt al niet meer onderhouden, dus gebruik die alsjeblieft niet. Ik zag dat hij nog steeds 600.000 actieve installaties heeft. Niet doen. Weeklot, die kende niemand hier nog, geloof ik, hè? Nee. Nou, ik heb hem vorige week getest. Ze hebben een paar hele goede punten. Het is heel erg handig. Ik hoorde gisteren een use case van Taken, was dat, geloof ik. Die vertelde me hoe zij hem hadden gebruikt op een site. En daar werkt hij perfect voor. Kleinere sites, mensen die geen zin hebben en tijd hebben om vertaalde content te vertalen. Dit ding doet dat redelijk automatisch voor je. Op het moment dat je hem installeert, out of the box, werkt bijna direct. Wat ik wel een probleem vind bij Weeklot is dat je, als je wel wat wil vertalen, moet je dat doen op hun site. Je moet daar, ik dacht, €100 per maand voor betalen om het te draaien, geloof ik, zoiets. Ja, per jaar, ik weet niet, maar €100 per jaar is het, sorry, per jaar. Alle vertalingen worden op het moment dat jij jouw site bekijkt, real-time opgehaald via hun API. Nou, als die API er dus wel uit ligt, dan weet je wel wat er gebeurt. Nou, dan WPML. WPML werkt wel goed samen met bijvoorbeeld plugins als ACF. Het is redelijk gebruiksvriendelijk als je bekijkt in termen van hoe gebruikers ermee omgaan. Maar ja, je ziet het aan de linkerkant al staan. Het is ontzettend veel overhead, voegt heel veel queries toe. En ze voegen per site 18 eigen tabellen toe. En dat, ja, is in mijn ogen toch wel iets te veel voor het goede. Dan, nou, de hreflang waar we het net over hadden, want die is namelijk wel erg belangrijk. De meeste plugins doen dat op de goede manier. Maar zorg wel dat je het controleert of dat gebeurt. Hreflang is een tag die in je content komt te staan, in je head. Om aan te geven dat jouw taal, of dat jouw content op dezelfde manier ook op een andere taal bestaat. Dus als jij een Nederlandse en een Engelse site hebt, dat jij op de Nederlandse site in jouw header een tag hebt staan naar waar de Engelse site staat. Dus daar staat dan de URL in en dat weten. Ja? Is dat per site of per pagina? Het is per pagina. Ja, je zet er bovenaan elke pagina, als je een pagina hebt die over jou gaat, dan zet je daar boven in de header staan, komt dan die hreflang tag te staan. En die geeft dan aan, dit is in deze taal, dit is een, onder je canonical bijvoorbeeld. Dan geeft hij aan van, deze taal bestaat ook in het Engels en dit is de URL.
En die is ervoor om te zorgen dat Google dat ook allemaal weet, of de zoekmachines in ieder geval. Ja, dat het over dezelfde onderwerp gaat. Dat is wat anders dan dit is de taal van deze site, ja. Ja, dat is wat anders. Dat klopt. Daar kun je er ook in zetten hoor. Dit gaat echt over de referentie aan dezelfde content op een andere. Kan een compleet andere site zijn, hè? Dat hoeft niet. Kan een compleet ander domein zijn, bedoel ik. Dus de domeinnaam hoeft niet hetzelfde te zijn. Je mag hem in een subdirectory zetten of in een subfolder, dat maakt niet uit. Als je maar exact aangeeft wat de andere taal is. En controleer die wel, want als je die fout hebt staan, dus als de hreflang fout staat, ja, dan kan deze dus gevolg hebben voor je SEO. Op Yoast hebben ze daar een. Yoast zelf heeft daar een stuk over geschreven. En die is toevallig in februari nog geüpdate, geloof ik. En dat is echt een hele uitgebreide waar je echt exact kunt lezen wat hreflang doet voor je. En ik zou hem even doornemen. Wat ik zeg, de meeste plugins, en eentje die ik straks nog aan ga stippen, wat mijn beste oplossing is. Die doen dat out of the box. Dan heb ik nog één ander groot probleem met al deze plugins. Want ze geven allemaal een draak van een vendor lock-in. Wie weet, iemand die niet weet wat het is? Nee? Ja. Gelukkig de definitie gevonden op Wikipedia. Wat gebeurt er? Als jij deze plugins gebruikt, kun je ze nooit meer uitzetten. Als je ze uitzet, dan gaat je site naar de kloten. Daar komt het eigenlijk simpel gezegd op neer. En je kunt wel overstappen naar wat anders, maar dat kost gewoon heel veel tijd en moeite. En dus geld. En dat doen al deze, die vier die ik nu net heb besproken, in mijn ogen allemaal. Nou, und jetzt? Wat dan wel? We willen natuurlijk wel een meertalige website. Dus hoe los ik dat dan op voor onze klanten en mijn klanten? Nou, bouwen we een multisite. Alles wat je nodig hebt. Heb ik net toevallig nog tegen iemand gezegd. Alles wat je nodig hebt om een goede meertalige website te bouwen, zit gewoon in Core. Je hebt in principe niet eens een extra plugin nodig. Ik ga er straks wel even eentje aanstippen, maar in principe heb je hem niet nodig. Weet iedereen hier hoe je een netwerksite bouwt? Hebben mensen dat wel gedaan vaker? Nee? Nou, ik heb hier een linkje onderaan staan. Create a network. Het stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. Als ik straks nog wat tijd over heb en denk dat dat wel goed gaat komen. Dan laat ik even een stukje zien hoe je zo'n netwerk op kunt zetten en wat je ermee kunt en hoe een multisite werkt. Wat ik net zeg, ik gebruik daar wel een plugin bij. Alleen dat is wel een vrij lichtgewicht plugin. Dat is deze, Multilingual Press. Onze Duitse vrienden van Impside. Geen idee hoe het uitspreekt, maar. Deze plugin die werkt alleen op een multisite installatie. Dus als je hem wil gebruiken, moet je dus een multisite gaan bouwen. En het enige wat deze plugin doet, eigenlijk in een notendop, is zorgen dat jij sites aan elkaar kunt koppelen, zorgen dat jij posts aan elkaar kunt koppelen en die hreflang tag toevoegen. Nou, als je dus nog even deze weer erbij pakt, dit is dus wat al die plugins doen. En dit is wat wat de MLP doet, dus Multilingual Press. Nou, die blijft dus onder al die anderen zitten. Voegt ook natuurlijk wel wat eigen queries toe. Maar, zoals je ziet, is net zo snel ongeveer als de rest. Of sneller. Dus de Polylang, et cetera, die doen het wel goed. Maar hij wint het met overmaat, overduidelijkheid van WPML. En Q Translate. En dat zijn toch nog steeds de meest gebruikte plugins hiervoor. Waarom? Waarom gebruik ik deze? Nou, allereerst, MLP blijft heel dicht bij de basiswerking van WordPress. Het werkt nagenoeg out of the box. Het voegt een paar extra functionaliteiten toe. Maar ja, je hebt geen extra pagina's nodig om op te slaan. Je content wordt niet dubbel opgeslagen in dezelfde pagina. Je hebt eigenlijk gewoon per site, per taal, een eigen site. Daar komt het op neer. Hij geeft over het algemeen maar 5 tot 10 extra queries. Een beetje afhankelijk van hoeveel talen je hebt, wat je er precies mee doet en wat je zoekt. Hij voegt de correcte tekst toe. Nou, dat heeft hij dan weer overeenkomstig met die andere plugins. De user interface werkt fijn, vind ik dan. Het is gewoon zoals WordPress werkt. Je kunt alles vinden op de plekken waar je dat verwacht in WordPress. En het biedt je geen vendor lock-in. Als jij deze plugin uitschakelt, dan werken al jouw sites gewoon nog. Je kunt overal nog bij, al je content is nog beschikbaar. En het doet het.
Nou, zijn er dan ook nadelen? Ja, die zijn er ook. Springvertalingen. Hij heeft geen out-of-the-box stringvertalingen. Ik vannacht om 2 uur nog getypt. Ja. Wat houdt dat in? Wat je in WPML bijvoorbeeld wel hebt, is als jij een site hebt gemaakt of je hebt een thema en daar zitten woorden in die vertaald kunnen worden, die kun je dan door jouw klant eventueel zelf laten vertalen. Nou, dat zit dus niet zomaar in WPML, of in MLP, sorry. Maar wat ik dan altijd doe is, of ik gebruik de PO-files in combinatie met PO-edit. Nou, dat is een vrij makkelijk programmaatje, daar kun je al je strings inladen, dat kun je naar je klant sturen, die kunnen dat vertalen als ze willen, je kunt het zelf doen. Die kun je er dan weer inzetten, die kun je in je thema terugplaatsen. Of je kunt een plugin gebruiken zoals Low-Code Translate. En nou weet ik niet zeker meer of die nog onderhouden wordt, maar ik gebruik hem wel. Ja? Oké. Okay. Ja, dan kun je de klanten vanuit de backend zelf alles vertalen. En komen ze in een overzichtje waarbij zij zelf PO-files vanuit de backend kunnen aanmaken. En het vertalen van slugs vereist wat code. Wat houdt dat nou in? Als jij op jouw Nederlandse site zit en je hebt een pagina over boeken. Dus jouw URL is dan mijnsite.nl/boeken. Maar in het Engels is jouw site is het mysite.com/books. Als jij dan vanuit de Nederlandse site wil linken naar de Engelse site. Die vertaling van die slug, die gebeurt al voordat de pagina geladen wordt. Dus altijd, als je op een Nederlandse pagina zit, zal die slug altijd in het Nederlands zijn. Daarvoor moet je wat extra code toevoegen, zodat jij, en daar heb ik wel een scriptje van voor iemand die dat nog wil hebben, zodat jij de vertalingen inlaat, real-time, op het moment dat die geoutput wordt in de frontend. Zodat je dan ook de goede link hebt naar de Engelse site natuurlijk. Nou, nu hoor ik jullie allemaal gelijk denken, we willen van WPML en dat soort dingen af en overstappen. Toch? Niet? Oh. Maar goed, WPML is, wat ik al zei, een groot probleem. Je kunt het niet zomaar uitschakelen en overstappen. Als jij een beetje een grote site hebt, ja, is natuurlijk een hele bak werk. Nou heeft daar MLP, de makers van MLP, hebben daar een vrij handige tool voor. Die werkt met WPCLI. En ik heb die nu 2 keer gebruikt en ja, die werkt echt heel goed. Dus wat jij dan doet is, je zet een multisite op. Je importeert exporteert met die tool alle gegevens van jouw WPML-site. Je kunt ze importeren op je nieuwe netwerksite en nou, alles staat nagenoeg, als het in WPML goed is ingevoerd, staat nagenoeg in 1 keer goed klaar. En als je niet zo handig bent met WPCLI of je wil het anders doen, ja, dan wordt het gewoon handmatig. Dan moet je gewoon echt alles met de hand gaan overzetten. Ik heb voor alle andere plugins zoals Polylang en Qtranslate geen goede oplossingen gevonden om over te stappen naar een multisite. Dus ik ben bang dat dan, net als Jim Carrey. Ja. Nou, dit is dan, waar ik het over heb gehad, was vooral de technische kant. Nou, Annelieke, van Joost, die heeft laatst op WordCamp Antwerpen, geloof ik, een praatje gehouden over de SEO-kant. Ik weet niet of iemand die gezien heeft, maar, joh. Verrassend. Die kun je in ieder geval daar vinden. En als je dus meer wil weten over hoe je teksten moet schrijven of om moet gaan met dat soort dingen, de SEO-kant en ervan, moet je die even bekijken. Daar ga ik het verder niet over hebben. Dan is er nog 1 ander groot ding. Multilingual WooCommerce. Dat is een ding, want je kunt natuurlijk ook je WooCommerce-site wel als multisite opzetten. Het probleem is alleen, je zit dan met, waar beheer ik mijn producten? Waar beheer ik mijn voorraden? Hoe doe ik dat? Nou is er voor voorraadbeheer door Pronamic een plugin gemaakt die dat kan synchroniseren. Ik heb alleen nog geen goede plugin gevonden die betrouwbaar data van producten kan synchroniseren. Dus, als jij een multilingual WooCommerce site wil hebben, dan zit je of alsnog vast aan WPML, niet doen, of je moet je producten per site gaan beheren. En dan wordt het lastig om, als je op site A wat verandert, om dat zo over te zetten naar site B. Dus dat moet je dan ook handmatig doen. Dus ja, dat is, in mijn ogen is daar nog geen perfecte oplossing voor. Ik ga zo meteen wat laten zien, want ik ga er echt als een malle doorheen. Ja.
Ja, maar WPML is wat mij betreft voor WooCommerce wel de beste oplossing. Ik vind het heel moeilijk om dat toe te geven. Dat doet echt pijn. Die heb ik eerlijk gezegd daar niet voor getest. Alleen volgens mij missen die daar best wel wat features en zo nog voor. Polylang heb ik alleen de gratis versie van getest. Ik weet zo niet wat je erbij kunt kopen. Ik weet wel dat ze voor WPML daar wel plugins voor hebben om dat voor WooCommerce te doen. Voor Polylang heb je een extra plugin die download je van gratis. Ja. En die werkt op de WooCommerce. Ja? Oké, nou, dat is de eerste keer dat ik van die hoor. Maar dan moet ik die ook nog een keer gaan testen. Is die van Polylang zelf van die makers dan? Of? Ah, oké. Ik ken hem in ieder geval niet, maar ja. Hoe dan ook. Voor WooCommerce, ik vind het nog een lastig verhaal, maar ik ga zeker die plugin even testen en misschien pas ik dan mijn verhaal wel aan. Maar wat ik wel vind is, voor gewone, normale sites, dus geen WooCommerce oplossing, gebruik alsjeblieft een multisite. En ik zal zometeen even een voorbeeld laten zien. En als je dat doet, dan bespaar je tijd, geld en verdien je money. Goed, ik denk dat ik even wat ga laten zien. En dan. Even kijken hoor.